Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door RICO, Deloitte en NGF. Als je weet dat dit een toernooi is dat je eigenlijk moet spelen als je goed wil zijn. En, ja, dit is een droom en ja, die gaat nu uitkomen, dus dat is wel heel gaaf. Ja. De Solheim Cup is de tweejaarlijkse match tussen de 12 beste Amerikaanse golfsters en de 12 sterkste Europese speelsters. Begin jaren 90 werd de eerste ontmoeting gespeeld met als inzet een kristallen trofee die beschikbaar werd gesteld door Carsten Solheim. Als zoon van een Noorse immigrant werd hij in Amerika succesvol als oprichter van het golfmerk Ping, een van de belangrijkste golfconcerns van de wereld. De Solheim Cup wordt dit jaar gespeeld van 23 tot en met 25 september op de baan van het Ierse Killeen Castle. Christel Bouillon is nu goed genoeg om voor Europa uit te komen. Het was een lange weg die ooit begon op Spaarnwoude. Ik was 7 jaar oud en dat begon op Spaarnwoude. Daar kwam ik voor het eerst met mijn ouders omdat zij ook het spelletje ontdekten en ik ging mee. En toen ben ik zo een beetje begonnen in het spelletje. Ja. En dat ging via jeugdlessen, groepslessen? Ja, natuurlijk eerst zelf met mijn ouders af en toe heen. En ja, ik vond het steeds leuker worden. Dus toen kwamen mijn ouders met het idee van, nou, waarom ga je niet op een groepslesje 1 keer in de week? En nou, dat zag ik wel zitten. Dus zo ben ik een beetje begonnen. Op een gegeven moment ontdek je dat je er wel redelijk goed in bent. Wanneer was dat zo? Dat moment dat je dacht van, nou, dit zou dus mijn sport kunnen zijn? Ja, dat kwam wel veel later. Ik heb natuurlijk heel lang ook gehockeyd. En maar ja, toen ik in de selectie kwam, de C-selectie. Ja, dan heb je wel een beetje van een idee van, ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk, het gaat goed. Maar ja, toen ook hockey samen. Alleen ja, toen ik een jaar of 15 was, kwam echt de keuze van, oké, nu moet ik een keuze maken. Want het werd gewoon veel te druk met school samen. Ik vond eigenlijk meteen, ja, golf gewoon leuker. En daar zat gewoon meer in voor mij, ook voor later. Oh, I don't know what to say. Ik geloof dat ik toen 11 jaar was. Toen kwam ik voor het eerst in de C-selectie. Ik ging daar naartoe. Ik had geen GVB, wat wel een vereiste was. Maar ja, Ad Wessels heeft toch het voor elkaar gekregen dat ik daar mee mocht doen. En ja, die dag ging goed. En toen werd ik uitgenodigd om in de C-selectie te komen. En nou ja, op zich natuurlijk wel heel leuk. Maar ja, dan moest ik snel weer even mijn GVB gaan halen. Want dat was toen wel nodig. En, ja, van daaruit zo steeds verder doorgestroomd. Van C-selectie, B-selectie, Jong Oranje, Oranje. Ja, selectie is één ding. En dan komen de wedstrijden. Eerste nationale wedstrijd. Kan je die ook nog herinneren? Nationaal strookplay voor de C-jeugd. Dus was op de Efteling, geloof ik. En, ik won hem. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Ja. Je won hem? Was dat 18 holes, 36 holes? Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik hem gewonnen heb. Maar... Wie deed er nog, weet je nog wel wie er nog meer meedeed die dag aan die wedstrijd? Nee. Van de meiden, de enige die ik me een beetje kan herinneren was Chrisje de Vries. Daar zat er toen ook in. En volgens mij Lotte Voermans. Dat zijn een beetje de twee die ik me kan herinneren. Toen ik in mijn derde jaar van de HAVO had afgesloten, toen ging mijn school in Beverwijk, die ging fuseren met andere scholen. Dus dan zou ik naar een andere school moeten. En op zich werd dat een beetje chaotisch. Dus toen hebben we even goed nagedacht van, is het niet beter als ik naar een loodschool ga? Dus toen zijn we naar Alkmaar gegaan. En toen heb ik daar mijn HAVO 4 en HAVO 5 afgemaakt. En, want zij zijn heel sportgericht. Dus toen had ik gewoon veel meer tijd voor mijn sport ook. Ik was gewoon 's ochtends in school en een aantal middagen gewoon helemaal vrij. En dan kon ik gewoon oefenen. En ook als ik voor wedstrijden naar het buitenland moest, ik kon mijn huiswerk gewoon later inleveren. Testen, proefwerken die ik moest doen, die kon ik ook later inhalen. Dus er werd gewoon echt rekening mee gehouden. Dat was wel heel fijn.
In Alkmaar behaalde Christel Bouillon haar HAVO-diploma. En opeens was er een telefoontje dat haar leven flink veranderde. Purdue University is een grote universiteit die in de Amerikaanse staat Indiana ligt. Ook deze school wil graag op sportief vlak uitblinken en dus krijgen intelligente talenten een goede beurs, een scholarship. Om zo hun sport met een universitaire studie te combineren. Nou, ik had me eerst voorgenomen om dan eigenlijk een jaar gewoon alleen maar te golfen. Kijken of dat me echt beviel. Want ja, om je daar natuurlijk je beroep van te maken, dan is het alleen maar golf. Dus dan moet je wel weten of je het ook echt leuk vindt. Maar ja, in die zomervakantie geloof ik, toen belde Meert Eikenaar mij op. Want die zat daar al. Die zat op Purdue University. Ja, met de vraag van ben ik geïnteresseerd? Want de coach daar die vroeg aan haar van ja, heb je nog meiden thuis in Nederland die geïnteresseerd zijn? En toen kwam ze met mij en ja, ben ik gebeld om met de vraag van ja, zou je eens langs willen komen? En ja, ik heb die kans genomen. Ik ben er naartoe gegaan en ik ben daar uiteindelijk voor 3 jaar geweest. Wat is nou het belangrijkste wat je in Amerika op Purdue geleerd hebt? Ja, dat zijn verschillende dingen, maar ik denk gewoon veel over mezelf, veel over mijn golfspel. Ik weet wat ik wel en wat ik niet wil. Wat voor mij werkt en niet werkt. Dat ieder jaar weet ik dat steeds een beetje beter. Maar in die tijd in Amerika heb ik daar wel heel veel geleerd ja, om ook zelfstandig te zijn. En voor mezelf te denken en ja, ook voor mezelf te werken. Dat als ik iets nodig heb, dat ik erom moet vragen. En ja, dat ik zelf dingetjes moet gaan regelen ook. Ja. Sommige mensen die zeggen, als je naar Amerika gaat, gaat je golf eigenlijk achteruit, omdat de begeleiding daar, zo'n coach, niet het niveau heeft van een professional in Nederland? Of? Nou, ik denk dat mijn spel eigenlijk alleen maar vooruit is gegaan. Het enige wat moeilijk is, is om je techniek goed te behouden. En dat is bij mij ook, ja, ik wil niet zeggen achteruit gegaan, maar op een gegeven moment stond het wel een beetje stil. Maar ik ben op alle andere vlakken ben ik zo gegroeid dat nu heel veel waarde heeft. Heeft daar eens wat voorbeelden van? Nou, ik ben als persoon gegroeid, gewoon zelf, individueel en ook gewoon in mijn golfspel. Ik heb daar op de banen leren spelen. Er zijn natuurlijk andere banen, ander gras, snelle greens en ja, daar ook gewoon het studeren en het golven samen. Weet je, het hele zelfstandig worden is gewoon heel belangrijk en dat heb ik daar allemaal geleerd. Je moet het allemaal in je eentje zien te redden. En, want ja, je ouders zitten toch aan de andere kant van de wereld. Dus je wordt op jonge leeftijd word je in één keer heel snel zelfstandig. En dat heeft mij wel heel veel gebracht voor het leven wat ik nu heb. Nu ook gewoon ja, zelfstandig op tour, weet je, dat doe je ook alleen. En ja, dit is wel een beetje een leerweg geweest voor mij, voorafgaand aan het tourbestaan. Sportieve hoogtepunten daar met het team en individueel? Ja, individueel heb ik daar toernooien gewonnen, 2. En ja, met het team hebben we ook gewoon heel goed gepresteerd. Ook op ja, die NCAA zijn we 2e geworden, ik zelf ook. Ja, dat zijn hele mooie dingen. Ja. En dan heb je er 3 jaar op zitten. Je was niet van plan om dat 4e jaar te doen. Je wilde op dat moment toch die overstap maken naar de professionals? Nee, eigenlijk niet. Ik wilde gewoon naar huis. Want ik vond het daar niet meer, ja, niet meer leuk eigenlijk. En het werd voor mij gewoon heel moeilijk. Ik was ja, op een gegeven moment ja, wilde ik wel. Ik had al de keuze gemaakt van ja, hier wil ik echt mee verder. En ja, maar de coaching was gewoon in mijn ogen niet helemaal goed genoeg voor mij persoonlijk. En dus daar liep ik een beetje in vast. En ja, als je ook gewoon dan daardoor niet meer gelukkig bent in wat je doet, ja, dan is het gewoon de zaak om naar huis te gaan. Met de juiste mensen om je heen om weer aan je spel te werken. Om dan daarna de overstap te maken naar professional zijn. Juiste mensen, dat was ook op dat moment nog steeds Ad Wessels? Ja, Ad Wessels, maar ook gewoon de NGF. De selectie, de coaches daarin. En ja, mijn ouders ook natuurlijk. En ja, gewoon de personen die gewoon daarin heel belangrijk voor mij zijn. Ja, daar wilde ik weer naar terug. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rico, Deloitte, NGF, Egeria en Van Lanschot.